Dit is het uitzicht over de pas geopende Floriade vanaf de Rotterdamse Euromast. Prinses Beatrix opende die internationale tuinbouwtentoonstelling in tegenwoordigheid van onder meer burgemeester en mevrouw Van Walsum. De kroonprinses haalde een hendel over, waardoor een zandloper, symbool voor de wenteling der tijden, de eerste minuten van de Floriade-tijd aangaf. In de zogenaamde Koningshof bekeek de prinses tijdens haar rondwandeling de inzendingen van Europese vorstenhuizen, waaronder ook bloemen en planten uit de tuinen van Paleis het Loo. Begeleid door de heer Verhagen, voorzitter van de Floriade, zweefde prinses Beatrix hoog boven de tuinen naar de Ahoyhal. Daar werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur een feest der bolbloemen ingericht. Onder grote belangstelling van de eerste bezoekers nam de kroonprinses afscheid van burgemeester Van Walsum en van de internationale tuinbouwtentoonstelling 1960, de Floriade. De jubileumhuishoudbeurs in de Rai in Amsterdam heeft ook voor de allerkleinste bezoekers een nieuwtje. De éénpersoons loopstoel voor baby's. De bestuurder van dit vierwielige voertuig kan zijn moeder in de weg lopen zonder dat zijn hand naar hem uitsteekt. Aan de moderne huisvrouw staan apparaten tot beschikking die onze overgrootouders zouden doen verstijven van schrik. Maar net als haar overgrootouders kan die huisvrouw tussen haar werk door een snuifje nemen met behulp van een inhaleerapparaat dat langs elektrische weg een vloeistof verstuift. Zo kan ze tussen de bedrijven door een verkoudheid de kop indrukken. Op deze beurs trekt ook een dweil de aandacht, een bijzonder handige die men niet hoeft te wringen. En er is maar weinig kracht voor nodig om hem bijna kurkdroog te krijgen. 1500 omwentelingen per minuut kan de borstel maken van de telewasser. Een bijzonder ingenieus apparaat dat geschikt is om elk vlak te shamponeren, te wassen en te spoelen. Voor de huisvrouw die ook zichzelf van vet wil ontdoen, is het tenslotte de slankmaker. Een mechanische masseur die reeds menige vrouw en menige huishoudbeurs lichter maakte. In Valkenburg stonden heel wat auto's geparkeerd. Daaronder waren er velen die meereden in een internationale proefrit die georganiseerd was door de Deense Automobielclub. Een vijfdaagse rit van Dijon naar Kopenhagen. In Valkenburg begon een acceleratieproef gecombineerd met een heuvelklim. De deelnemers waren in klassen ingedeeld. Eerst kwamen de kleine wagens en toen de grote met onder meer onze landgenoot Maus Gatsonides in nummer 42. Bij het begin van de klim werd nog eens opnieuw gestart, waarna het gevaarlijke bochtenwerk begon. Voor de heer Hugenholz, de directeur van het Zandvoortse circuit, was dit bochtje maar kinderwerk. En ook de meeste andere deelnemers brachten het er goed af in de scherpe haarspeldbochten en op de smalle zandweggetjes. Pech kreeg de Deense Roet Nelleman. Ze reed al in de eerste bocht tegen een boom, wat werk gaf aan een takelwagen. Roet zelf was gelukkig niet beschadigd. Geestelijk en lichamelijk gesteund door haar mederijdster is ze de heuvel maar verder opgeklommen. Begeleid door een dozijntje Nederlandse kikvorsmannen doorkliefde het Franse kikkerechtpaar Lourmet de laatste meters Rotterdams rivierwater. Vol spanning wachtte het publiek op de lange afstandkikker die na 18 dagen zwemmen in de Maastad aankwam. Het eindpunt van een 1000 kilometer tocht door het ijskoude Rijnwater. Een tocht die in Schaffhausen was begonnen. Zoals het een rechtgeëide Fransman betaamt, verwisselde Lourmet op de kade onmiddellijk zijn rubbermutsje voor een zwierige baret. Na deze gedaanteverwisseling werd hij uitgebreid verwelkomd, eerst door een spandoek en daarna ook op Franse wijze door onze zwemkampioene Kokkie Gastelaars. En dat was het gelukkige einde van een spectaculaire zwempartij. Van Schiphol vertrokken filmregisseur Fons Rademakers en filmproducent Barnstein. Ze waren in de zevende hemel omdat hun film Dorp aan de rivier in Amerika op de nominatie staat voor een Oscar. Of de Nederlandse speelfilm inderdaad deze hoge filmonderscheiding zal krijgen, weet ook mevrouw Barnstein nog niet.
Maar in ieder geval is het al een bijzondere eer dat Dorpen aan de rivier in de Verenigde Staten als één van de vijf beste buitenlandse films wordt beschouwd. De KLM maakte met haar eerste straalverkeersvliegtuig, de DC-8 Albert Plesman, een dagtochtje naar Madrid. Met 115 speciale gasten, onder wie één van onze cameramensen. Om 11 uur ging de deur van het machtige toestel dicht. En 10 minuten later maakte het luchtkasteel zich los van de Nederlandse bodem. Gezagvoerder Ravenhill deelde kort daarna de zaal mee dat de DC-8 op 10.000 meter hoogte zat. De passagiers dronken koffie boven Parijs, 20 minuten na de start. Met 900 km per uur gingen president-directeur Ahler en zijn gasten naar de Spaanse hoofdstad, 1850 km van Amsterdam. De aankomst van de Vliegende Hollanders in Madrid werd een fiesta dankzij de medewerking van enige lieftallige señorita's die het reisgezelschap Ahler met rozen en wiegende heupen begroeten. De tijd van Alva en de tiende penning was al spoedig vergeten. Bereidwillig poseerden de Spanjaarden bij de klok, die duidelijk maakte dat de Plesman na 1 uur en 50 minuten geland was in Madrid. In de Corral del Moreria, waar de dagjesmensen de lunch gebruikten, beval de heer Ahler zijn gasten een gepeperd gerecht aan. Een flamenco, gedanst door echte gitana's. De reizigers waren tegen 5:30 terug op het vliegveld, waar de DC-8 gereed stond voor de terugtocht, die net als de heenvlucht 1 uur en 50 minuten duurde. Het was nog voor 8:00 toen de speciale passagiers op Schiphol uitstapten. Ze wisten wat vliegend vlug was, maar toch waren ze zonder uitzondering diep onder de indruk van deze DC-8 race tegen de klok.